Burgemeester Hans Beenakker van Tiel is uitgeroepen tot bestuurder van het jaar 2018. De verkiezing, die jaarlijks wordt gehouden, is een initiatief van Dagblad De Gelderlander en Regio TV Tiel. Beenakker was blij verrast toen hij met de prijs werd geconfronteerd tijdens het tv-programma Het Koetshuis. Bij deze, bestuurder van het jaar 2018, Hans Beenakker. Gefeliciteerd. Nou, wat een geweldige verrassing. Dank voor de enorm mooie tekst. Ik ben aan het blozen ervan. Ja. Ik voel me gevleid en zie het als erkenning voor mijn werk, zo liet hij enthousiast weten. Op een eervolle tweede plaats is Frank Groen junior van de PVDB geëindigd. Hij wordt met name geroemd om zijn inzet om het vijverterrein dossier op te lossen. Iets dat mede door zijn inzet is gerealiseerd. Op de derde plaats eindigde dit jaar de fractievoorzitter van de Tielse VVD, Ans Dukesnooi. Zij verdiende deze plaats door haar verbindende rol in de gemeenteraad. De award werd eerder onder andere uitgereikt aan Laurens Verspuy, Pieter van den Burg, Marcel Melissen en Jolanda Stoetervlag. Vorig jaar werd de titel Politicus van het Jaar gewonnen door Carla Kreuk-Wilderman, huidig fractievoorzitter van de PVDB.